Wil jij graag werken aan leuke tv-programma's, ook als je nog niet zoveel ervaring hebt? Word dan vrijwilliger bij RTV Ronde Venen. Als lokaal nieuws je interesseert en je daar graag verslag van wil doen, zit je bij ons op de juiste plek. De omroep van de Ronde Venen zoekt voor het tv-programma Nieuwsronde op korte termijn al interviewers en cameramensen. Lijkt het je wat en heb je een paar uur per week over? Check rtvrv.nl of mail naar info@rtvrondevenen.nl. Deze week in Nieuwsronde, bad eentje schees met nieuws van Lions, balans testen op een sensorvloer, terugkijken op het straattheater, fietsvierdaagse doet Ronde Venen aan en een kijkje op de eerste avond van AJOC. De vaart vol met eentjes en de snelste verdient een prijs. Een actie voor het goede doel door de Lions, die zelf ook wat nieuws te melden hadden. Dit valt niet uit te leggen, niet met goed fatsoen. Geel pak, ene pak, het kan niet erger dan dit. Dit is het diepste punt. Daar houden we het dan maar op, het is voor het goede doel. Nou, wij gaan 15 juni, dat is morgen, gaan wij dus hier een duckrace houden. En dat houdt in dat wij badeentjes, zo'n beetje 3.000-4.000 stuks, die gooien we hier in het water. En die zwemmen, of die worden gedwongen te zwemmen naar de finish. En daar gaan ze dus een soort sluis in. En ze hebben ook allemaal een nummertje. En de mensen hebben die eentjes gekocht voor 3 euro per stuk. 4 voor de tientje zeg ik altijd maar. En die gaan dat parcours afleggen en de snelste eend die het eerste uit het water getild wordt, die heeft de eerste prijs. Kijk, we hebben een paar jaar geleden voor het eerst gedaan. Toen stonden we hier, 's morgens, toen ging de stroming de goede kant op. En in de middag draait ineens die stroming, dus toen denk ik van ja, hoe krijgen we die eenden nou altijd onze richting op? Hè? Want dat is altijd het probleem, de eenden zijn een beetje eigenwijs. Nee, de elementen hebben we ondervangen met de ventilatoren die erachter zitten. Dus het debacle, zal ik maar zeggen, van de eerste keer zullen we niet meer hebben. Nee, als het goed is, gaan ze gewoon allemaal de goede kant op. Dat is een heel goed doel wat we hebben, de zonnebloem. Ja, dat is denk ik voor onze bejaarde medemensen hartstikke mooi dat we daar een financiële bijdrage aan kunnen leveren. Ja, Lion word je denk ik voor twee dingen. Voor het organiseren van evenementen voor het goede doel. Daar doe je het natuurlijk voor. Je doet het niet voor niks. Je doet het ook voor anderen. Maar toch ook al voor jezelf, daar waar het de gezelligheid van de club betreft. En leuke dingen met elkaar doen. Dus dat is voor iedereen leuk, denk ik. Nou, ik vertel, de Lions is een hele leuke club mannen. Maar ja, in deze maatschappij is iedereen een beetje op zichzelf. En we krijgen steeds moeilijker nieuwe leden erbij om de Lions Club uit te breiden. En dat heeft Uithoren ook ondervonden. Dus die heeft ons benaderd van, joh, zouden jullie wat voor voelen om samen te gaan? Nou ja, samen zijn we sterk en we zitten een beetje in dezelfde konterijen. Ja, dus we zijn nu een beetje aan het snuffelen met elkaar en organiseren we met elkaar. En uiteindelijk is de bedoeling dat we toch wel samen gaan. Ja, de eerste voorverkenningen gedaan op dat gebied. En nou ja, tot nu toe gaat dat heel goed. We gaan kijken of we in de nabije toekomst ook echt bij elkaar kunnen komen. Dat doe je ook wel voor de samenleving. En dat vind ik ook heel erg nuttig. Als iedereen dan wat doet voor de samenleving, hebben we een betere samenleving. Want zonder vrijwilligers kan de samenleving eigenlijk niet. Dus heeft een laag valrisico. Oh joh. Dat komt er dan uit. Hè? Dus je ziet hier zo dan de over een vloer lopen en kijken hoe groot je risico is om te vallen. Het kon bij Senior Sportief Actief op een smartvloer in het Veenweidebad. Die sensorvloer maak je eigenlijk bewust van het feit of je echt een cursus moet gaan volgen waarbij je werkt aan je balans. Of dat je ook, als je wat jonger bent en wat nog wat flexibeler bent, zeg maar. Dat klinkt niet zo aardig, zo bedoel ik het niet. Maar of je ook nog het vallen verleden tijd, noemen wij dat. Dat je echt op valmatten aan de slag gaat. Dus onder leiding van de fysiotherapeuten. In die vloer zitten sensoren.
En mensen krijgen een soort van enkelbandje om de Achillespees. Dus het is niet echt een enkelbandje om. Dat is de sensor. Dan lopen ze over de mat heen en weer. En op het moment dat ze daar overheen lopen, kunnen wij de snelheid, de stapgrootte, maar met name ook de voeten. Hè? Hoe zet men de voeten neer? Hoe stevig staat men in balans? En dan krijgen we een uitslag. En aan de hand daarvan geven we mensen advies. Dit is eigenlijk om mensen bewust te maken van het vallen en dan ook voor een valpreventiecursus. Ja, dat klopt inderdaad. De meeste mensen denken van ja, daar hoef ik nog niet aan te beginnen, want ik ben nog jong. En waarom zou ik naar zo'n valpreventiecursus gaan? Alleen is het beter om zeg maar zo'n cursus te volgen voordat je zover bent dat je heel vaak valt. Want dan ben je eigenlijk al, het station is dan al gepasseerd en dan wordt het alleen maar moeilijker. Dus wat wij ook doen in die valpreventiecursussen is je ook echt daadwerkelijk leren vallen. Dus als je wat jonger bent, dan, dat doen we op valmatten onder begeleiding van de fysiotherapeut. Want alleen zij mogen die lessen geven. En wij zelf geven ook de les van in balans met spierkracht. En het steviger maken van je spieren, het zoeken naar je balans. Hoe kan je nu het beste lopen, zodat je voor de toekomst voorbereid bent. Je moet er zo snel mogelijk mee beginnen, voordat je ooit eens gevallen bent. En als dan 1 op de 3 65-plussers met letsel in het ziekenhuis terechtkomt, dan denk ik dat het wel heel belangrijk is om dat voor te zijn. Er zijn verschillende cursussen en verschillende gradaties. Dit in balans is bedoeld voor de fittere senior, maar er is ook vallen verleden tijd. Dat doet een fysiotherapeut. Dat is eigenlijk om weer te revalideren en leren hoe je moet opstaan van de grond bijvoorbeeld. Of een beetje leren hoe je goed moet vallen. En dan heb je ook nog de Otago-cursus. En dat is eigenlijk bedoeld voor mensen die wat slechter ter been zijn, om wat sterker te worden. En daardoor minder kans op vallen te krijgen. Ik probeer ook echt in te spelen van denk nou na van hoe wil ik zelfstandig blijven. Vandaar ook die flamingo. Blijf op één been kunnen staan. Wees geen struisvogel daarin. Want het kan je allemaal overkomen dat je valt. En probeer die valrisico's zoveel mogelijk weg te nemen. Ben je eenmaal gevallen en je hebt letsel, nou, dan ben je echt wel in de aap gelogeerd. Want dan heb je opeens hulp nodig. We hebben 4 evenementen. Dit is de 3e en er komt er nog eentje in Vinkeveen op 28 juni van 2 tot 4:30. In de afgelopen weken hebben we kennis kunnen maken met Voices and Friends en Musical Theater Poppies bij een voorbereidingen van het Straattheaterfestival. Wij zochten ze op. Hoe ging het? Ja, het ging lekker. Ja, we hebben heel fijn gezongen met elkaar. En we hadden ook heel veel publiek. Heel leuk. Ik bedoel, ondanks het weer, weet je, wat toch niet echt mee zit. Maar we hebben het heel leuk gehad. Het is een uitdaging, hè? In de openlucht zingen. Ja, dat is echt een uitdaging. En je hoort het misschien ook wel een beetje. Ik ben gewoon een beetje hees. Want je staat jezelf toch altijd te overschreeuwen. Als je in de buitenlucht is natuurlijk het geluid heel snel weg. Hey, er is veel aan de hand over cultuur. Verhogingen van toegangskaartjes. Hoe sta jij er eigenlijk in? Ja, weet je, het is echt heel erg moeilijk. Wij genieten ook van cultuur. Ik ben zelf ook iemand die veel naar het theater gaat. En dit soort dingen ook ontzettend leuk vindt om te bezoeken. De man die bij ons vanmorgen het geluid in orde heeft gemaakt, was om 5:30 zijn bed uit. Een vrijwilliger. Ik bedoel, geweldig dat dit soort mensen dit doen. Of dat deze mensen dit doen. En ik hoop gewoon dat dit soort initiatieven kunnen blijven bestaan. En dat de cultuursector gewoon niet al te hard geraakt gaat worden. Want ik denk dat het heel belangrijk is voor je hoofd ook. Voor de gezondheid van mensen. En voor het geluk wat mensen kunnen voelen. Ja, waanzinnig trots ben ik. Ik heb genoten, jongen. Echt, het spat er vanaf. Hey,
Hey, er is veel gedoe rond cultuur. Alles wordt duurder. Wat vind je er nou van? Ik vind het erg opmerkelijk, vooral ook omdat er onderzoeken zijn geweest die hebben uitgewezen hoe belangrijk de kunst is voor de ontwikkeling van een kind en de ontwikkeling van een tiener en ook voor volwassenen. Om die zelfexpressie ergens kwijt te kunnen en ja, je kunnen presenteren als iemand. Ik vind het zo bijzonder dat er nu zoveel kennis over is en dat er zo weinig mensen zijn, lijken te zijn, die dat begrijpen of weten. En dus dat er geen prioriteit uitgaat naar sponsoring of fondsen hiervoor. Dat is wel echt heel erg zonde, want als je dit zo ziet, dan wil je hier meer van. En ik denk dat heel veel kinderen daar zich ook in kunnen vinden. De routes van 40 en 60 kilometer van de eerste Woerdense fietsvierdaagse liep via Veenkeveen naar de stempelpost bij het Veenweidebad. Wij komen uit Nieuwekerk aan de IJssel en we rijden rondjes van Woerden naar onderweg naar nergens. We komen steeds weer terug in Woerden. Wij gewoon leuk joh, en dat zijn leuke dingetjes. En lukt het allemaal met het fietsen nog? En ook op de elektrische fiets? Ja, dat gaat een stuk makkelijker. Maar ik ben van origine wielrenner. En we zijn verleden jaar in Zeist geweest, ook van dezelfde organisatie. Nou, dat was van huis uit 60 kilometer fietsen. Dus het is eigenlijk een landelijk iets. En het is eigenlijk de bedoeling dat mensen gaan fietsen tot hun 100ste. En vandaar dat die fietsfit ja, zo belangrijk is. Want je hebt het net gezien, hè, gehoord. Die meneer had last van zijn benen. Moeite uit bed komen. Dus dan heb je ook moeite misschien straks met op- en afstappen van de fiets. Dus dan is het belangrijk dat je dus ook fit blijft als je wil gaan fietsen. Dus die warming-up is belangrijk. Ja. We beginnen met het linkerbeen. Ja, we hebben een circuitje gemaakt en als mensen mee willen doen, dan kunnen ze meedoen aan de fietsfit. En eigenlijk is het dus het verhaal van het sociale contact, wat je behoudt. Je kan jezelf je boodschappen blijven doen. De routes van 40 en 60 kilometer van de eerste Woerdense fietsvierdaagse liepen via Veenkeveen naar de stempelpost bij het Veenweidebad. Dan kan je makkelijker naar je familie, je kan makkelijk dingen. En je wordt dan niet zo geïsoleerd om alleen thuis te blijven, om niet meer weg te kunnen. 15, 16, 17 en stop. Heb ik een highscore? Ja, nee, je hebt niet een highscore. Je hebt er 17 gedaan. En het is heel belangrijk dat je er rond de 16, 15, 16, 17 kan doen. Dan in die 30 seconden. Dan heb je een goede sterke bovenbeen. En die sterke bovenbeen heb je nodig om dus op je fiets te stappen. En af te stappen. Dus je hebt goede spierversterkende oefeningen nodig om toch die beenspieren sterk te houden. Een gezellig, druk en nat Ajok is weer voorbij. Onze reporters Britt en Romy zijn direct de eerste avond al een kijkje gaan nemen. Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon. Ze smaakte goed, zout, zuur.
niet achter de bar, wel in de vorige edities, lang geleden. Oh, het is weer de eerste keer dat je weer terug bent. Ja, klopt. Ja. En zin in? Wat zeg je? Zin in? Ja, zeker zin in. Gezellig, nu al. En hoe hebben jullie als een team achter de bar voorbereid voor deze editie? Goede herinneringen ophalen van de vorige edities. Ja. Oké. Okay. En straks als het heel druk wordt, wat is jullie gameplan? Rust kan je redden. Zolang het bier maar koud blijft, toch? Heb je het een beetje naar je zin? Ja, heel goed, Emma. Ga je morgen hier ook heen? Ja, 3 dagen. Echt waar? Strak, rood. En dat gaat niet rood. Is dat allemaal voor jou? Kan je ook zo'n watervalletje doen? Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ja? En naar welke act kijk je het meeste uit? Die van hun. Dat is echt top. En waarom? Omdat ze heel goede muziek draaien. En hoe dans je op deze muziek? The people are very, very nice. I love that all the people are smiling. And this festival is so cool. I want to recommend this festival in my country. Al 2 weken, 3 weken geleden stonden we hier ook al. Ja. Anders, en nu? Nou, ik wil niet veel zeggen. Het is een klein beetje veranderd. Vorige keer stond het gras tot hier. En nu staan we gewoon in het meest gezellige feest van de hele Ronde Venen. Oh, en wat ben ik blij dat het staat. Ja. Het heeft even gekost. We zijn weer een jaar verder. Maar ik ben er zo enorm blij mee. Dit was Nieuwsronde van deze week. Heeft u ook nieuws te melden? Laat het ons weten via redactie@rtvrondevenen.nl. Wil jij graag werken aan leuke tv-programma's? Ook als je nog niet zoveel ervaring hebt? Word dan vrijwilliger bij RTV Ronde Venen. Als lokaal nieuws je interesseert en je daar graag verslag van wil doen, zit je bij ons op de juiste plek. De omroep van de Ronde Venen zoekt voor het tv-programma Nieuwsronde op korte termijn al interviewers en cameramensen. Lijkt het je wat en heb je een paar uur per week over? Check rtvrv.nl of mail naar info@rtvrondevenen.nl.